Hallo allemaal en welkom bij Scheikunde met Sebas. Vandaag weer een video over het voorspoelen van de buret. In de volgende video ga ik een buret voorspoelen en daar zal ik commentaar bij leveren zodat jij helemaal precies weet wat je moet doen als jij een buret moet voorspoelen. Deze video hoort bij de videoreeks over het titratiepracticum. Nou, in de video hier zie je mij met de buret staan. Ik heb een afvalbekerglas, ik heb een kleine erlenmeyer waar mijn chemicaliën straks in gaan en ik heb mijn te meten oplossing. Nou, dat hebben we allemaal nodig om onze buret voor te spoelen. Ik wil mijn te meten oplossing in de buret gaan doen. Ja, dan moet ik hem eerst in een kleine erlenmeyer doen, dat is makkelijk. Die kleine erlenmeyer kunnen we alleen niet goed met papier schoonmaken. Dus wat we gaan doen is ook die gaan wij voorspoelen. Nou, hoe doen we dat? We pakken een klein beetje van onze te meten oplossing. Die doen we in onze kleine erlenmeyer. En we zorgen dat de te meten oplossing alle wanden van de erlenmeyer raakt. Ja, dus ik draai hem rond, zoals je ziet. Dan coat ik de wanden met onze te meten oplossing. En ik laat hem heel langzaam leeglopen in mijn afvalvat. Nou, dit doen we uiteraard ook een tweede keer. Want voorspoelen en schoon doen we net als schoonmaken altijd twee keer. Nou, ook de tweede keer, hè, goed ronddraaien, mijn glaswerk ronddraaien en zorgen dat met de meter oplossing aan de wanden is gekomen. Nou, vervolgens kan ik mijn te meten oplossing in de kleine erlenmeyer doen. En daarbij moet je dan opletten dat je maximaal 40 milliliter gebruikt. Nou, de buret die willen we, of de trechter die willen we ook voorspoelen. Maar die trechter die wordt eigenlijk al meegespoeld met onze te meten oplossing. We vullen de buret door de vloeistof langzaam in de trechter te doen en de trechter ondertussen rond te draaien. Dan raakt de oplossing alle wanden van de buret. Nou, ik heb hem tot waar ik aanwees gevuld. Ja, dus tot ongeveer een derde, dus die 20 milliliter. En vervolgens laat ik hem leeglopen in mijn afvalvat. Nou, de vloeistof gaat langzaam omlaag. En ik laat hem omlaag gaan tot de verdunning in de buret. Ja, dus ik laat hem nooit helemaal leeg. Nou, dan gaan we voor de tweede keer voorspoelen. Doen we hetzelfde. Ik laat langzaam mijn oplossing in mijn trechter lopen. Ik draai mijn trechter rond en dan komt de oplossing langs de wand van de buret. Nou, ik heb hem tot daar gevuld en dan laat ik hem weer leeglopen. Nou, ik heb niet eens 40 milliliter gebruikt. 40 milliliter mag je gebruiken. Maar minder is natuurlijk ook altijd goed. Als jij er maar voor zorgt dat die wanden goed geraakt zijn door je te meten oplossing. Nou, dan willen we de buret gaan vullen en dan willen we hem niet helemaal tot boven vullen. We willen hem tussen de 0 en de 10 vullen. Dus ik doe wat meer van mijn oplossing in mijn kleine erlenmeyer. En we gaan hem vullen tot ongeveer daar. Zo, dan vullen we hem. En dan kijk ik ondertussen nauwkeurig dat als ik bij de 10 ben, dan stop ik ongeveer. Kijk, en dan zien we, ik zit dat stukje is leeg, dus ik zit daar op de 8,5. En dan heb ik mijn buret goed gevuld. Vervolgens laat ik je even zien hoe je een luchtbel uit de buret kan verwijderen. Nou, zit er nou een luchtbel in je buret, dan zit die altijd aan de onderkant van je buret. En dat kunnen we zien in de volgende video. Tussen het glazen bolletje en het uiteinde zit de luchtbel. We houden het uiteinde ondersteboven. We tikken een paar keer en dan zit de lucht goed los. Dan gaan wij heel langzaam knijpen in het tuitje. Dan gaat de vloeistof heel langzaam er doorheen. De lucht wordt eruit gedrukt zoals je ziet. We zorgen ondertussen dat alles netjes in je bekerglas komt. Nou, alle lucht is eruit en onze luchtbel is verwijderd. In de volgende video ga ik laten zien hoe je een pipet voorspoelt.
Dus ik heb weer een video opgenomen en dan zal ik wat commentaar bij leveren. Ja, je ziet mij hier staan. Ik heb een klein bekerglas hebben nodig. Ons afvalvat hebben we nodig. En onze te meten vloeistof. Nou, die kan dus of in een maatkolf zitten of wij halen die gewoon uit de fles. En dat ligt eraan welk practicum je doet. Nou, onze kleine bekerglas kunnen we droog maken met papier. Dus dat doen we heel erg goed. En dan hoeven wij deze niet voor te spoelen. Uiteraard is deze van tevoren al schoongemaakt. Net als je in een eerdere video gezien hebt. Nou, we pakken onze te meten vloeistof. En die doen we in ons kleine bekerglas. En let erbij op, je hebt maar een klein beetje nodig. Dus zo'n 30 ml is echt wel genoeg. Nou, dan dop je weer op de maatkolf voor de zekerheid. Maatkolf zetten we aan de kant. Dan pakken we de pipet. Nou, onze pipetteerballon zit er al op. Die knijpen we even leeg. Dan weten we zeker dat we genoeg druk hebben. Dan hou ik mijn pipet altijd onder een hoek van 45 graden. En dan druk ik op het suction knopje om de vloeistof op te zuigen. Hij zit al daar vol. Ik draai hem. Dan weet ik zeker dat de vloeistof aan alle wanden komt. Ik druk op het empty knopje om de vloeistof tot daar te laten komen. Dus best ver in de pipet. Namelijk voorbij mijn pipetteerstreepje. En dan laat ik hem weer leeg. Ik kan hem gewoon leeg laten druppen in mijn afvalvat. Nou, als die leeg is, dan gaan we die uiteraard ook een tweede keer doen. Want voorspoelen doen we altijd twee keer. Dus weer onder een hoek van 45 graden. De vloeistof opzuigen. Klein beetje heb je nodig. En tot daar zit hij vol. We draaien hem. Zorgen dat de vloeistof aan de wanden komt. Draaien we hem om en op het empty knopje. Mijn vloeistof komt tot daar. Nog een keer draaien. En dan laten we hem leeg. Dan weten we zeker dat onze pipet goed voorgespoeld is. Nou, we hangen de pipet even terug. Dat doe ik dan niet zo heel erg netjes, want de buik mag eigenlijk niet tussen de klemmen zitten. Maakt niet heel erg veel uit, maar officieel hoort hij erboven of eronder. Ons kleine bekerglas, ja, die gooien we leeg, want ja, misschien is daar wel een drupje vocht bij gekomen. Dus we pakken een nieuwe te meten vloeistof. Zo, die schenken we erin. Nou, het is een 25 ml pipet, dus ik heb ongeveer 30, 35 ml gepakt. Ik pak de pipet weer. En wij gaan de vloeistof opzuigen. Ook weer onder een hoek van 45 graden. Nou, druk de ballon even leeg, dan weet je zeker dat je genoeg druk hebt. Hoek van 45 graden en je drukt op het suction knopje van de ballon. Nou, je ziet langzaam de pipet vollopen. Dat duurt eventjes, want bij de buik van de pipet, als dat dikkere stukje, hè, daar is hij natuurlijk veel groter. Dus daar loopt de vloeistof heel langzaam omhoog. We zuigen hem op tot boven het pipetteerstreepje. Want we willen eerst iets meer vloeistof hebben. Dan kan ik er eigenlijk nog een paar drupjes uitlaten. Zo, hij zit tot daar vol. Ik heb een klein beetje speling. Ik pak een schoon papiertje. Ik veeg mijn pipet een keer af. Dan weet ik zeker dat de buitenkant ook helemaal schoon is. En dan gaan wij en dan pakken we ons voorraadglaasje. Dus niet het afvalvat, maar het voorraadglaasje. Onder de hoek van 45 graden op een droog stuk. Waar dus geen vloeistof zit. En heel langzaam laat je druppels eruit lopen. Totdat je precies bij je pipetteerstreepje bent. Dus dat probeer ik hier heel voorzichtig te doen. En zodra ik precies bij het pipetteerstreepje ben, meteen het glas weg en de ballon niet meer indrukken. Nou, dan pak ik de erlenmeyer waar we straks in gaan meten, ook weer onder een hoek van 45 graden en dan laat ik hem leeglopen. Ja, dus het empty knopje. We zien de pipet langzaam leeglopen en ik weet dat ik nou exact 25,00 ml heb gepipetteerd. Nou, hij loopt langzaam leeg. En als hij dadelijk leeg is, mag ik niet meteen mijn pipet wegdoen. Ja, zodra die leeg is, tel je tot 10. Ja, dus ik ben hier in mijn hoofd langzaam aan het tellen. En als ik dadelijk bij de 10 ben, dan doe ik meteen mijn pipet eruit. Ja, zonder het glas nog aan te raken.
Nou, en op deze manier heb ik 25 milliliter exact in mijn Erlenmeyer gepipeteerd. Kijk, nou stop ik hem wel goed weg. En dat gaan we ook natuurlijk voor de tweede keer doen, voor onze Duplo. In deze video's heb je dus geleerd hoe je een buret en een pipet moet voorspoelen. En je hebt ook geleerd hoe je een luchtbel uit de buret kan halen, mocht die erin zitten. En ik hoop dat je deze video interessant vond en dat je er iets van hebt geleerd. En ja, wellicht tot een volgende keer. Dames en heren, vond je deze video interessant, leuk of heb je er iets van geleerd? Vergeet dan niet deze video te liken. Abonneer dan ook meteen even op ons kanaal. Heb je een vraag over de theorie? Laat die achter in de comments, dan kan ik die vraag beantwoorden. Heb jij een bepaald stuk theorie dat je graag besproken wil hebben? Laat ook een berichtje achter in de comments. Dan gaat misschien de volgende video wel over die theorie die jij graag besproken wil hebben.